allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. En ik begin deze weekvlog eventjes meteen met de sponsor van mijn video van deze week. Ik had jullie al verteld dat ik 3 maanden achter elkaar mocht samenwerken met Yummy Gums. Dus dit is de laatste maand. En ik vind het super leuk om te horen dat heel veel van jullie ook zo enthousiast zijn geworden of al waren over Yummy Gums. Heel fijn om te lezen. Echt super leuk. Ik ben dus ook helemaal fan. En het leuke is dat het natuurlijk geheim was dat ik zwanger was de vorige keer nog. En dat wilde ik ook niet aan Yummy Gums vertellen. Dus ik heb nooit deze gummies kunnen bestellen. Maar nu heb ik ze dus voor het eerst. Dus ik heb nu bij deze laatste samenwerking, in ieder geval voor nu, ik weet niet of we vaker gaan samenwerken. Ik hoop het natuurlijk. Maar heb ik weer een nieuwe gummy aan mijn collectie kunnen toevoegen. Eentje die ik al heel lang wilde. Namelijk de Multi Mommy. Tada! Deze gummies bevatten extra foliumzuur en vitamine D3. Ik had tekort op vitamine D. Ze hebben een frambozen smaak. Vitamine D3 verhoogt dus ook de calciumopname in de botten. Nou, je baby die stilt al je calcium, dus dat is heel belangrijk. En foliumzuur draagt natuurlijk bij aan de groei van de baby tijdens de zwangerschap. En ook tot de vorming van de placenta. Ik heb natuurlijk gewoon foliumzuur en zwangerschapssupplementen geslikt. Maar nu heb ik dus gummies. En zo voeg ik elke keer weer nieuwe gummies toe aan mijn routine. Zo fijn. Laten we deze meteen gaan proeven. En heb ik meteen deze voor vandaag ook genomen. Sowieso altijd leuk als je leest dat je er 2 van mag nemen. Deze zijn echt mega fel van kleur. Wow. Check deze dan. Deze lijken op de, ik denk de hair. Die hebben ook frambozen smaak. Wel een hele andere kleur. Mijn haar is trouwens super lang. Ja, het is nu een start. Over haar gesproken. Voor je haar, huid en nagels. Met biotine, selenium, nog meer. Ik kreeg meerdere keren de vraag of ze suikervrij zijn. Alleen de magnesium is niet suikervrij. De rest wel. Magnesium, heel blij mee. Moet ik dus ja, nog steeds 2 keer per week sport. Goed voor het slapen. Spieren, zenuwstelsel. Prikkeloverdracht tussen zenuwcellen ook, blijkbaar. Je concentratievermogen, fitheid. Ook top. Deze neem ik dus ook. En deze heb ik de vorige keer nieuw gekregen. Ook geweldig. Lekker geen vissmaak. Ik had nog met supplementen wel eens zo'n boertje met vissmaak. Vorige keer zei ik het verkeerd. Iemand zei, hoe kan je nou vegan vis hebben? Het is uit algeolie gewonnen, dus niet uit vis. Dus dat is ook goed. Want vissen halen hun omega ook weer uit algen. Dus ik ben zeker voorstander van visolie. Dus niet visolie. Vegan visolie. Hoe noem je dat? Vegan omega. Op basis van algen. En dan de laatste waar ik ook echt bij zweer. Deze heb ik nu al best wel lang. De collageen. Geweldig. Ik vind echt wel dat mijn huid heel erg goed is. Dit is wel met vis, maar dit is viscollageen. Dat is weer wat anders. En dit is ook met vitamine C. Vitamine C is dus heel erg belangrijk in combinatie met collageen. Dus dit zijn echt mijn dailies. En op het moment gebruik ik de Sleep eventjes niet. En de Balance gebruik ik op het moment ook niet. En het voordeel van gummies, mocht je het nog niet weten, is dus dat je ze kunt eten als een snoepje. Dat je erop kunt kauwen, dat je ze niet hoeft in te nemen. En ja, ik weet dat heel veel mensen daar gewoon moeite mee hebben. En dat dit echt hun leven heeft verbeterd. Ook een voordeel, mijn persoonlijke voordeel, is dat je het niet vergeet. Want het leuk is om te nemen. Het is een snoepje. In de middag, in de ochtend, in de avond als toetje heb ik het vaak. Ik verdeel het een beetje nu over de dag. Omdat ik er best wel wat heb. Zodat ik steeds een beetje zo'n lekker snoepmomentje heb. En op die manier vergeet je het gewoon nooit. En is het heel leuk om het te nemen. Dus ik ben heel erg fan. En heel erg blij. En ik ben blij met mijn mega collectie. En ik heb natuurlijk mijn kortingscode. Uit mijn hoofd is dat Charlotte20. Heel leuk dat zoveel van jullie die ook gebruikt hebben. En enthousiast zijn. Ja, laat me zeker vooral nog weten wat je favorieten zijn. Ik ga lekker die mommy nu ook gebruiken. En ik ben fan. En dan gaan we nu door met de weekvlog. Live. Wanneer je gewoon te weinig thuis bent geweest en uit je werk te moe was. Ik moet echt even gaan opruimen. Rebecca komt zo. Ik moet ook nog mijn haar wassen. Ik heb echt heel diep geslapen. Oké, opgeruimd huisje weer. Ik doe niet alleen omdat Rebecca komt. Want ik vind het altijd wel tof dat als ik bij Rebecca ben. Dat zij gewoon zegt bijvoorbeeld. Ja, mijn afwas ligt er nog. Het is een zooi. Ik loop nog in mijn pyjama, bij zo spreek ik dat dan niet. Maar zo zou zij het zeg maar ook doen. Van het boeit niet, je bent gewoon mijn vriend, je komt gezellig langs, het maakt het allemaal niet uit. Maar zelf ruim ik altijd op donderdag mijn huis op. Dus ik vind het zelf ook gewoon niet prettig. Ik heb voor mezelf echt gewoon een soort afspraak van oké, maandag is het woensdag. Na mijn werk hoef ik het gewoon niet te doen. Weet je, je bent dan zo weinig thuis. En donderdag doe ik het dan wel. Maar ik heb er gewoon de energie niet voor na mijn werk. En het is ook wel nu een extreme chaos, zodat ik gewoon dit weekend natuurlijk weg was. Ik bedoel,
na mijn werk. Donderdag één dagje. Dat is het editen. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Vrijdag meteen dat weekendje weg. En dan zondag nog naar Zoetermeer in de nacht. En dan daarna weer aan het werk. Dus mijn hele bed ligt ook nog vol met kleding en tassen en pakketjes en alles. Dus gewoon chaos. Ik ben heel moe. Maar ik zeg tegenwoordig ook niet meer af hoor. Dan denk ik, ja. Stond maar een paar uurtjes. Oh, het is een nieuwe weekvlog hè. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik moest even wat eten, want het is al 11:45. Ik ga niet echt veel make-up op doen. Ik doe gewoon een beetje chill. Wat een rust als het raam weg is. Ik weet dus niet of ze onderweg is. Het is nu 11:50. Ik had er geappt om 11:30. I don't know. Maar dan kan ik even naar haar vinden. Ik gebruik hem trouwens heel veel, maar echt niet hoe het hoort. Dus eigenlijk was het een miskoop. Dus ik kan er helemaal niet mee omgaan. Ik doe gewoon dit. Wat je ook kan doen met een 3 euro feun. Het is al 12:30, ik weet niet waar ze is. Maar volgens mij houdt zij er niet van als ik haar ga bellen in de auto. Dus ik bel niet. Ik wilde dus 1 uur afspreken, maar zij wilde 12. Dat ze er boys weer van de opvang moest halen. Maar nu denk ik. Wat zouden jullie doen? 12:30 te laat nu. En dan 1 uur niks gehoord. Nou, we hebben vandaag sowieso geen contact gehad nog. Gisteren gewoon tot morgen. Weet dat Lotte heeft dat ook. Volgens mij Rebecca ook. Die hebben echt hun telefoon weg. Ik heb altijd navigatie op mijn telefoon. Dus ik zie wel appjes en zo. Maar zij dus niet, volgens mij. In ieder geval Lotte niet voor de veiligheid. Dat is wel heel goed. Ik heb even wat anders aan, maar ik vond het andere niet lekker. Nou. En dat ik tot 1 uur wacht en anders bel. Of zo. Ik wil slapen. Oh, dan ga ik even lekker goede tijden kijken. Oké, tot zo. Doe voorzichtig. Doei. Tot zo. Doei doei. Oh, gelukkig is er niks aan. Ik ga stuk. Ik ben blij dat ik haar toch heb gebeld. Zij zou. Ik zou hebben toch 12:00. Ze zegt, ik loop nu naar mijn auto. Helemaal chill. Ik zei, we hebben toch 12 afgesproken? Oh, ja. Jij wilde 1, maar ik wilde niet 1. Ik wilde 12. Ik zei, ja, jij wilde 12. Ik ben wel lopen stressen. Oh, sorry. Ze nou, maakt niet uit. Oh, nou, dan kan ik nog heel even instorten. Maar dan ga ik toch wel koffie nemen. Ik dacht, ik wacht met mijn koffie tot Rebecca er is. Dan ga ik toch koffie nemen. Maar dan kan ik ook nog wel even mijn haar doen. Prima. Genoeg te doen. Ga ik dit even fixen. Ik valt het wel mee. Ik ben heel dun hier. Ja, deze spiegel valt niet. Deze is een lachspiegel. Wow. Oh, hallo. Dit vind ik wel een leuke spiegel. Ja, dit is een hele leuke spiegel. Oh, die wil ik thuis ook. Nee, dan ben ik helemaal delusional. Dan denk ik, wow. Maar als je dichtbij zet, is het wel weer normaal, volgens mij. Hier begint hij al wat normaler te worden. Dat is jammer. Oh, die uitgroei kan echt niet meer. Ik vind je haar wel mooi, maar je ziet wel uitgroeien. Heel erg. Eind van de maand. Ik zou niet meer willen verven dan als ik steeds het moest bijwerken. Nou ja, normaal kan ze wat vaker. En dan zie je het niet zo erg. Zo, dat is hem. Alsjeblieft. Dan doe ik koude melk hierin. Nou ja, weet ik veel. Wil jij siroop of zo erin? Ik hoef dat niet, maar jij vindt dat misschien lekker. Ja, misschien omdat ik kokosmelk gewend was en dat is wat zoeter. Maar ik heb ook niet veel voor erin. Ja, maar ik weet niet dat ik heb pumpkin spice, dat lijkt me niet echt lekker. Karamel en hazelnoot. Ja, karamel kan ik doen. Of juist hazelnoot. Niet? Wil jij zo'n siroop mee naar huis? Want ik gebruik het niet. Ik gebruik het ook niet. Jawel. Echt, maar als je er vanaf moet. Ja, dat is bij het zonde, ik gebruik dit niet. Oh ja, die heb ik echt net nieuw. Wil je? Ja, maar ik heb nieuw. Dan weten die hazelnoot of gebruik je die wel? Nee, ik gebruik niks. Dan wil je toch verhuizen. Maar wil je ze ook gewoon alle drie? Ja, want ik heb hem net nieuw gekocht. Moet je wel open? Nee. Nou, dan kan je toch eerst deze opmaken? Oh, dat is waar. Want ik gebruik die echt niet. En dan komen ook nooit vrienden langs. Dus. Oh. Nee. Ik wilde even. Ja, We gaan wel naar de berging. Ja, we gaan naar de berging. Want daar liggen 100.000 zakken kleding en ik ga shoppen.
Dat is wat ik ga doen. Ik krijg zoveel maar als ik wat mee moet nemen wat weg moet, dan kan dat ook, hè? Dat scheelt voor jou ook weer een rit. Nou, kringlopen. Ja? Nee, ik heb niks wat weg moet. Oh, niks. Nee. Alles is echt nog goed. Ja. Ja. Ik heb alleen goede dingen bewaard. En dan zijn er dan keer 20. Ja. Die hebben echt veel, hè? Eigenlijk wil ik dat vak wat je hebt, wat je niet weg doet. Die is zwart-witte. Ja, die is van Harper. Oh, ik dacht van Harper en Eve. Nee. Is dat van Harper en Eve? Hoe heet dat? Ja, dat is een leuk merk ook. Ja, daar heb je ook veel van. De laatste, als mensen de laatste match hebben gegooid, denk ik, jongens, dit is gewoon 3 euro. Dit is gewoon 3 euro. Gegooid. Ja. Is dat een leuke thumbnail? Nee. Jawel. Maar dan moet je wel goed jouw hoofd zien. Dan moeten we dan moeten poseren. Ja. Oh ja, helemaal leuk. Echt? Weet ik niet, maar dan heb ik in ieder geval iets. Straks krijg je daardoor minder views. Weet je hoe vaak ik een vlog heb zonder thumbnail? Ik heb nooit niet even. Oh, bij jou lijkt ze juist altijd wel geposeerd. Nee, ik kies dus altijd dan een mooi shot waarin ik net aan het praten ben en die video's. Maar als ik praat, is het allemaal. Ik praat echt, als je op een willekeurig moment een stil zet, is hij gewoon lelijk. Nee, die video's doen het dus nu het beste bij mij. Maar hij is niet ijskoud. Ik heb geen ijsblokjes. En dat moet eigenlijk. Oh, wacht. Nee, ik heb geen ijs. Ja, ik heb ijs. Wel lekker. Gewoon doe ik er wat uit. Zal ik er nu siroop in of niet? Nee, ik moet even kijken of je dat wil. Nee, ik denk dat die wel lekker is. Havermout is best goed, hè? Hallo? Oh, je hebt ook echt een mega breed beeld. Dat is een babbelhapcamera, die is echt goed. Ik heb ook geen spijt van dat ik die heb gekocht, hoor. Nee, van die dus wel. Ja. Ik vond er ooit heus nog wel van vast. En dan ook doorgekomen. Ja, maar dat is zo zonde, want je krijgt er niet meer de nieuwprijs voor. Nee. Ja, ik ben er echt heel blij mee. Ziet er inderdaad wel anders uit, want ik zei het laatst ook. Hallo. Maar Lotte en ik ook zo'n beeld. Toen zei je wel, Lotte ziet er anders uit. Nee, jij kijkt mijn vlogs ook niet, hè? Ik kijk niemand. Nee, ik kijk ook niemand. Als ik ooit ja, ik kijk wel het. Iemand. Of Lotte. Maar die upload niet meer. We hebben ei. Zo grappig, ik moest mijn eitje nog van vandaag en Rebecca wilde ook. Ja. Zit hier echt zo knetterig. Met een eitje. Dat is toch leuk? Lekker eitjes te eten. Schattig. Ja, het is eigenlijk gewoon heel normaal, toch? Het is ook heel normaal. Hallo. Hallo. Het is in ieder geval deze stapel. Oké. Maar ja, als ik dus ga kijken, ga ik alles willen houden. Maar dit is wel heel chill. Zoveel ruimte. Ja, maar dat heb ik zo. Ik denk dat ik jouw huisje gewoon voor mezelf koop. Ja, heerlijk. Zo van, hè? Dan heb je het maar. Ik heb trouwens ook heel veel ondergoed wat dus allemaal nieuw is. Dat heb ik nooit gedragen. Allemaal nieuwe make-up? Oh, dat is misschien een doos met nieuwe make-up, ja. Oh, wat erg. Meid. Toen ik nog spullen kreeg. Wat word ik hier hebberig van? Dit is toch eigenlijk gewoon een snoepwinkel? Ja, of de hel. Zo kan je het ook bekijken. Ja, het is allemaal uitgezocht. Dus het is allemaal al gesorteerd op dit wil ik allemaal houden. Maar toch ja. Ook weer niet. Nou, want het is te het veel. Past niet. Ja. Welkom in de berging van Charlotte. Ook zie ik allemaal kaarten. Dit kan je ook alles Rebecca gebruiken. Rebecca denkt dat ze in een winkel is. En je mag alleen de kleding, koop die. Rebecca. En ik wil je stoel. Dit vind jij waarschijnlijk waarom gaat die stoel niet weg? Nee, die gaat ook niet weg. Dat is op zich wel chill, maar ik denk niet dat ik dit draag. Hij is wel kort, kijk. Oh ja, te kort. Hallo. En mocht je wat zien, dan kan je een DM sturen naar Charlotte. Nee, ik ga alles dus in één keer. Heel veel mensen wilden het complete inboedel overnemen om het op Vinted te zetten. Ja, heel veel mensen doen dat. En jij bent de enige op wie ik ben ingegaan. Hoe ga je hier ooit allemaal doorheen dan? Ja, dat moet allemaal snel per stuk. Ja, dit voelt alleen al alsof ik het niet wil dragen. Oh, dit zijn echt mijn gedragen kleren, die ik niet meer pas. Ja, dit is blousjes te klein, denk ik. Ja, blousjes te klein is dit. Oh, zo heb je dan ook echt genoemd. Ja, dit vind ik waanzinnig. Deze is zo leuk. Oh, maar die ken ik ook wel van je. Ja, twee keer gedragen, maar nu pas ik hem niet meer. Gewoon qua... Gewoon dikker. Dicht. Dicht passen. Dit is zo leuk. Pas ik hem ook niet. Eigenlijk zou ik nu een filmpje moeten maken met alle complete inhoud. Even snel en dan eigenlijk dat mensen wel. Zien wat het is. Ja, oh, dat vind ik ook leuk. Wat ik eigenlijk doen? Ik heb zo geen zin in. Dat snap ik. Oh, dit is ook cute. Oh, wat is dit? Oh nee, dat past ik niet. Ik zo niet wegdoen, maar ja, ik pas het niet meer. Dit is waanzinnig. Dit ga ik ook niet passen. Maar mag je soms toch wel dingen bewaren voor als je ooit dun wordt? Ik heb wel de dingen Want bewaard. Dit is echt een van mijn lievelingen. Oh, deze vind ik dus heel cute. Ja, die vind je altijd wel. Ja, die past je wel, denk klopt. ik. Klopt.
Volgens mij had ik daar altijd al een soort van oogje voor. Ja, dat heb ik al vaker gezegd. Even. Ik heb het op zich wel netjes in de doos gestopt. Ja, ik vind het ook. Een positief verrast. Dit is zo'n leuk blouseje. Dit heel sexy ook. Dit is wel heel leuk. Die is ook zo. Ja, maar dit ga ik gewoon niet meer passen. Wat is dit dan? Dit past je toch wel? Ja, nu misschien op dit moment niet. Oh, dit is een heel leuk jurkje. Zoveel lol van gehad. Lol. Zoveel lol. Terwijl als je het niet weet, dan mis je het ook mooi, niet, hoor. Hè? Gewoon een simpel. En dit groene blouse vind ik ook wel iets voor jou. Fleurig. Oeh. Oh ja, ook nooit aangehad. Wat is het? Van de Primark. Van de Pri. Ja, dit is niet mijn kleur, denk ik. Maar ook niet mijn stof. Hé, deze had ik toen in jouw mystery box gekocht. Dit is het leukste blouse op aarde. Ja, die dit heb ik. Dus, die heb je al? Ja. Die ga ik ook bewaren voor als ik ooit dun word. Die had ik toen, had ik toch zo'n box van jou gekocht? Dit ging als een gek op een webshop. Ja? Daar heb ik er zoveel van verkocht. Niet normaal. Oh, deze is ook leuk. Oh ja, dat is ook wel iets voor jou. Die paste ik volgens mij nog net. Dus die heb jij niet sowieso wel pas. Ja, ik heb dus met mijn tetten dat ik het vaak niet pas. Ja. Bloesjes zijn toch ook juist niet zo. Dus ik moet het even apart houden. Oh, dit vind ik ook leuk. Maar hier heb ik ook het lijf niet voor. Was wel lekker simpel. In mijn skinny periode droeg dit elke dag. En dan met laarzen. Panty. Ja? Ja, dat is heel leuk. Daar heb je zelfs wel foto's van. Zou die voor mij ook te kort zijn? Nee, voor mij was hij niet te kort. Oh, niet te kort. Hij lijkt bij jou heel kort nu. Ja. Daar foto's van. Toen was ik in mijn liefdesverdriet tijd. Toen was ik heel dun. Dus eigenlijk heb je er bad memories aan. Nee. Oh, niet. Want we zijn weer samen. Ja, dat is ook alweer zo. Oh, dit is ook zo lang helemaal in geweest. Oh ja. Off the shoulder. Ik hou er wel van, off the shoulder. Oeh. Huh? Lekker. Oh, is dat merkding? Leuk. Nieuw. TK Maxx. Als je hem nu ziet, denk je dan nog, oh, nu wil ik houden? Ja. Nee, ik zou het lekker verkopen. Ja, zonde, maar ik heb het nooit gedragen. Waar is dat soort jurkje nou? Een rok. Oh, ook leuk. Oh nee, een broek. Oh ja, ook niet aangehaald. Pas ik ook niet. Niet? Nee. Misschien pas ik dat wel als ik dat zo zie. Jawel, maar ben jij het ook? Wat is dit voor doos? Wat staat er op deze doos? Ik weet het niet. Ik heb die Sweet Talk is leuk. Die heb ik in New York aangekocht. En aangehad. Oh, maar al die jassen die verkopen ook maar niet. Ik mag eigenlijk echt geen jassen meer van mezelf. Ik ben helemaal moedeloos. Oh nee, dit is net te klein. Dan zit ik zo. Zo, Rebecca is weg. Die heeft lekker wat jasjes, blousjes, truien, dat soort dingetjes meegenomen. En de hele doos met eten voor Babbelhap. Ik had echt een hele doos met allemaal snacks voor Babbelhap die ik natuurlijk nooit heb gebruikt. Ze zat er tussen de neus. Ik zeg, als je alles meeneemt, mag je het hebben. En ik had nog wat andere dingen. Gewoon wat Monin, siroopjes die ik nooit gebruik. Zo bij haar gedumpt. Want dit vindt zij leuk. Dus dat is leuk voor haar. En het ruimt bij mij weer lekker op. En ik ben echt niet vooruit te wandelen. Heel veel zin om straks weer lekker te slapen. Maar ik geniet helemaal van dat ik thuis ben. Even weer net huis. Ik heb ontdekt hoe de verwarming werkt. Eindelijk dacht dat het klopt niet helemaal. Dus het is lekker warm. De warmtepomp moest ik blijkbaar aanzetten. Die was dus op koud voor de zomer. Ik ga mijn bril opdoen en ik ga editen. Ik moet zeggen, ik moet echt moeite om mijn ogen open te houden. Dus ik baal dat ik dat nu nog moet doen. Maar het kon niet eerder. En verder ga ik gewoon even genieten. Ik heb net al verse pasta gemaakt met potje kant-en-klare pesto. Om 5 uur. Ik dacht, ik ga vast lekker afzitten. Ga ik gewoon even genieten van de rust. En vanavond vroeg mijn bed in. De vlog is klaar. Het is 9 uur. Ik moet alleen nog even de laatste spulletjes van mijn bed opruimen en mijn bed opmaken. Maar ik ben dus kapot. Maar ik heb zo'n voldaan gevoel. Ik heb trouwens wel extreme rugklachten. Dus dat vind ik wel een beetje zorgwekkend. Maar zo'n voldaan gevoel. Ik geniet zo van mijn huisje dat het opgeruimd is. En warm en cozy. En alles gaat goed en ik heb heel veel gedaan vandaag. En ik, sinds ik zwanger ben, kook ik dus echt vrijwel niet. En eet ik dus veel minder gezond. Ik denk dat ik nog steeds misschien gezonder eet dan heel veel mensen. Maar ik had vroeger echt extreem gezond. Zeg maar echt heel veel groenten en nou, gewoon heel veelzijdig en heel gezond. En ik eet nog steeds geen ongezonde dingen, maar ik eet bijvoorbeeld wat vaker kant en klaar. En dat deed ik echt nooit. Dus ik dacht nu, ik ga een salade maken. Want zoals gisteren heb ik dan avond gegeten met Franse kaasjes, ja. En dan ook echt maar 6 plakjes, helemaal niet veel, zonder toast.
Dus natuurlijk slaat het helemaal nergens op. Ik heb gewoon dan ook geen energie om te koken. Nu ben ik ook moe, maar ik dacht ik ga het doen. Ik had ineens zo'n gevoel, meer water drinken. En ik heb allemaal rauwkost uit mijn koelkast opgemaakt. Ik had lekker feta en olijven gekocht al van de week. Dus ik heb heerlijke San Marzano tomaten en puntpaprika, selderij die op moest en half komkommer. Mega bak, wat olijfolie, zout, peper en wat citroensap. En meteen ook dubbel gemaakt, dacht ik morgen voor de lunch. Eventjes, weet je, want ik eet wel heel veel fruit. Dat wel, ik slik mijn supplementen en zo. En overdag ook prima, maar overdag eet ik best wel vaak gewoon een boterham met smeerkaas. Zo ik vroeger dan bijvoorbeeld echt wel avocado en zo, mijn brood eet. Havermout, chia pudding, dat doe ik bijna allemaal niet meer. Ik heb toevallig wel havermout uit die adventkalender gegeten, dus langzaamaan. Ik zat doordat ik zo misselijk was aan het begin heel erg in het luie ritme. En nu had ik iets van, je bent helemaal niet meer misselijk. Dus ik ben weer begonnen met die eitjes. Dus ik eet nu dus elke dag 2 eitjes. Kan je ook wat op te zeggen hebben, hoeft niet per se gezond te zijn. Maar ik voeg gewoon dat mijn lichaam eiwitten wil. Ik eet best wel veel zuivel. Ik drink dus Yakult. Ik heb drinkyoghurt gekocht, maar van die gezonde variant. Kwark en zo. Ik kan iets beter tegen melk. Ik heb dus trouwens niet alleen lactose intolerantie, maar lactose en koemelk. Maar mijn buik kan er gewoon iets beter tegen nu. Plus het is al opgezet, dus je merkt het minder. Ik heb trouwens ook volgens mij last van bandenpijn. Ik voel namelijk best wel steken en zo. Maar ik eet gewoon genoeg fruit. Alleen gewoon veel te weinig groenten. Dus, een salade. En ik moet wel zeggen dat ik het minder lekker vind dan voor mijn zwangerschap. Want... ja. Maar ik ga dit wel dus letterlijk als avondeten nu gewoon opeten. En even chillen. Ik kijk nu, hoe heet dat nou? Tropenjaar op NPO. Heel leuk. En dus dat sinaasappelsap, die craving is al iets minder. Wel nog steeds heel lekker. Er zit natuurlijk heel veel suiker in. Wat ik niet gewend ben, want ik neem nooit echt veel suiker. Maar dat neem ik gewoon als mijn lichaam er behoefte aan heeft. Maar ik ben dus ook weer nootjes gaan eten. Ik heb nu hele lekkere noten. Die boekje ga ik jullie morgen even laten zien van Coro. Gelezen dat als je zwanger bent, noten eten nog belangrijker is dan normaal. Want er bewezen is dat je er slimmere baby's van krijgt. Dus ik vind het zo grappig. Ik ben trouwens zo snel buiten adem. Dat mijn lichaam dus ineens aangaf van de week van ik wil walnoten. Ging ik het googelen, hoort walnoten dus ook bij de beste noten voor zwangeren. Dus aan het begin wilde ik alleen maar golden kiwis. Bij golden kiwis de meest superfruit te zijn met folium, zuur en alles. Heel grappig. Maar dan zeg je lichaam werkt wel heel veel zuivel. Nou, dat is nu weer oké. Nu wil ik groenten. My body is telling me. Maar citroen op salade is heel lekker trouwens. En in water. Want ik vind water gewoon echt niet boeiend. En wel met citroen. Dus ik dacht ineens, hé, ik heb niet voor niks citroenen gekocht. Dat had ik gekocht zodat ik meer water drink. Maar het is wel slecht voor je tanden, dus. Rietje, bedacht ik me ook gisteren. Oh, dat sinaasappelsap. Niet goed. Zo. De makelaar van Makelaarsland is net weg. Ik heb daar echt een heel goed gevoel bij. Ik dacht van nou, dat wordt dan veel minder professioneel en chill dan vorige week. Maar wat een aardige vent. Wat duidelijk allemaal. En ik ga er, hij zegt ook 80% kiest voor zelfverkopen. Zelf zichtingen doen. Ga ik ook doen. Hoe leuk. Ik vind het helemaal leuk. Ja, vind ik echt helemaal leuk. Ik ga dan zelf de bezichtigingen doen. Ik moet gewoon alles zelf de tekst ga ik schrijven. Ik zeg ja, kan dat wel. Ik vind het ook wel leuk. Dus prima. En hij zei verder een beetje hetzelfde qua advies. Zou hij wat lager erop zetten, net als de vorige makelaar. Maar hij gelooft ook dat hoger erop zetten ook gewoon kan werken, net als ik. Dus dat gaan we dan doen. En ik krijg een online portaal, want ik moet alles gewoon helemaal gaan aanleveren. Ik kom best wel wat werk bij kijken. Maar ga ik dus zelf de bezichtigingen doen in 3 dagen of zo. In 2 uurtjes, 3 dagen. Helemaal leuk. Dus dan moet ik eventjes de fotograafafspraak gaan inplannen online. En zorgen dat alles aan kant is. Ik twijfelde heel erg. Ik zei tegen hem, ik heb natuurlijk alles gewoon in april helemaal laten stukken en verven. Zodat het helemaal strak is. Perfect mooi geverfd, maar de beschadigingen zijn echt niet chill. Ik dacht, ik ga het gewoon aanstippen. Maar iedereen zegt dat het gaat lelijk worden. Je moet de hele muur doen. Ik denk, jeetje. Hij zegt, je kan er ook voor kiezen om het niet te doen en gewoon te laten. Mensen gaan echt niet minder willen betalen. Maar het is, wat de vorige makelaar ook zei, het is wel als je binnenkomt, is het gewoon wauw. En dan is het zonde dat je dan net een maar hebt met die verfschade. Want verder is alles helemaal clean en perfect. Maar ja, om daarvoor nou helemaal mijn muur te gaan verven, terwijl de kans groot is dat mensen het later zelf ook gewoon nog gaan oververven, vind ik dan ook wel veel werk. Dus ik denk toch dat ik ga proberen om met zo'n Action Wonderspons een beetje te schuren. En misschien toch aan te stippen. Want dat vind ik dan toch iets minder lelijk dan die krassen. En dat ik ga niet de hele muur verven. Dat vind ik echt te veel werk.
Is niet nodig. Maar leuk, spannend. En ja, fijn dat het dan zoveel geld scheelt. Ik ga het dan dus zelf de bezichtigingen doen. Dat scheelt me gewoon €4000 met de andere makelaar waar hij dan wel de bezichtigingen had geregeld. Maar dat vind ik het wel waard. Ik vind het ook een leuke uitdaging weer in je leven dat je gewoon zelf een huis hebt verkocht. De opleveringen, dat doe je dan ook zelf. Daar komt dan niemand meer. Er komt niemand meer hier behalve de fotograaf. Dat vind ik wel grappig. Ik zei, oh ja, dat kan ik denk ik ook wel een tekst schrijven. En ik kan natuurlijk heel goed vertellen over dit huis. Hoe leuk als je het gezicht van de persoon erbij ziet. Ik kan helemaal uitleggen waarom ik alweer wegga. Wat ik er allemaal aan heb veranderd. Hoe fijn huis het is. Ja. Dat kan je denk ik het best zelf. Dus ik zei ook, als het nou een moeilijk verkoopbaar huis was, had ik het niet gedaan. Maar dit huis is zo weg. Want het is super populair en er is geen enkel ander huis nu te koop. Dus er is geen concurrentie, dus dat komt al goed. Leuk. Ik moest jullie nog al mijn spulletjes laten zien die ik dit keer bij Coro heb besteld. En één daarvan is al bijna op. Oké, ik heb dus echt totaal andere dingen besteld dan vorige keer, omdat ik allemaal nieuwe dingen wilde proberen. Eén ding kende ik wel al, dat is deze. Deze zijn zo ontzettend chill. Het is net wat lekkerder dan een gembersapje, want het is dus gembermandarijnensap met 80% mandarijn en 20% gember. Dus dat is echt op zich best wel pittig. En deze heb ik dan besteld in een set van 12, want dan is het wat goedkoper. Dus ik heb allemaal van dit soort flesjes. En ja, hier doe ik gewoon een paar dagen mee. Lekker in de koelkast. Ideaal. Ik vind deze echt, echt perfect. Vergeet trouwens niet, als je ook gaat bestellen, om mijn kortingscode Charlotte-5 te gebruiken voor korting. En ik ga even als eerst meteen laten zien wat er al bijna op is. Dit. Verder heb ik nog niks gebruikt hiervan. Oh jawel. Wel, dit was echt de beste, grootste ontdekking van de eeuw voor mij. Ik hou dus heel erg van walnoten. Ik ben natuurlijk nu zwanger. En het grappige is dat ik ineens mega behoefte had aan walnoten. Het ging ik opzoeken. Is walnoten is een van de beste noten die je kunt eten als je zwanger bent. En ze raden ook aan om elke dag een handje noten te eten. En dat je dan, dat er wetenschappelijk is bewezen dat je er slimmere kinderen van krijgt. Zeg ik het goed? Het is goed voor de hersenen. Ja, volgens mij klopt het wat ik zeg. Maar ik vind walnoten uit de supermarkt, maar ook die luxe, ik vind ze tegenwoordig niet meer zo heel erg lekker. En ik eet dit. Ja, het is dus nu al bijna op. Maar dit zijn dus walnootkernen licht of zoiets. En dit is zo ontzettend lekker. Dit is echt alsof je dus net een walnoot hebt gekraakt. Het zijn ook allemaal... Ik heb hier nu een paar kapotte stukken, maar die heb ik zelf kapot gemaakt. Ze waren allemaal heel. Allemaal hele halve, zeg maar. Dus dat ze niet gebroken zijn. En dit is gewoon... Ik weet niet, ik kan het niet precies uitleggen. Maar het heeft zo erg die zachte walnootsmaak in plaats van dat... donkere. Nou, dit is zo niet normaal. Dit is alsof mijn moeder vroeger zo'n verse walnoot voor me kraakte. Dus deze gaat elke keer mee in mijn bestelling. Ze hebben ook een kilo zak. Misschien ga ik die zelfs nemen. Bij Coro heb je dus grote zakken. En daardoor ben je wel verdediger uit. Maar dit is, als je van walnoten houdt, de beste walnoot die ik ooit heb gehad. Lekkerder nog dan kraken, want dan zit soms zo'n velletje of zo'n bitter stukje. En dat zit hier allemaal niet in. Geweldig. Ik heb nog meer noten besteld. Deze zou ik nu echt niet willen, want het is ochtend. Dit is heel lekker voor de borrel ofzo. Dit zijn cashewnoten met sour cream en onion smaak. En ik had het dus hier achter mij in de kast staan. En die hele kast stinkt ernaar. Want het is echt sour cream en onion, maar heel lekker. Echt heel lekker. Ik ga de volgende keer sowieso weer noten bestellen. Deze heb ik nog niet gebruikt. Dit is wel echt een megazak. Dit zijn dus macadamia's. Deze zijn dan gezouten en geroosterd. Want ik had ook een keer... ongeroosterd en ongezouten. En dat vind ik bij macadamia niet zo lekker. Wel bij bijvoorbeeld amandelen of walnoten. En dit is ook een mega tip. Je kent allemaal wel die maïssnackjes, denk ik. Heb je ooit zulke grote gezien? Oh mijn god. Ik heb er dus al wat van gegeten. Dit is een kilo geroosterde maïskornen met zout. Deze zijn niet normaal lekker. In de winkel zijn ze altijd wat veel kleiner en wat harder. Als je van maïssnackjes houdt, is dit echt wat je wil bestellen. Ik weet niet dat ik de volgende keer weer bestel, want dan is het nog niet op. Maar deze ga ik ook zeker, moet ik echt onthouden als favoriet. Geweldig. Deze ken ik ook trouwens, de kikkererwten. De bio kikkererwten van Coro. Die heb ik al heel vaak. Eigenlijk bijna altijd als ik kikkererwten eet. Zeg maar vorig jaar toen ik bij Coro bestelde, heb ik daar echt zoveel van besteld. Oh, dit is iets anders. Maar die kikkererwten, ik vind dat heerlijk. Gewoon even opwarmen met wat zout. En heb ik ook cannellini bonen besteld. Want ik dacht, ik eet zo saai tegenwoordig. Dan vind ik het heerlijk om een blikje bonen in een pannetje op te warmen. Met wat zout en wat te eten. Cannellini is echt heel lekker romig. Kimchi. Ik heb dus geen tosti-ijzer. Maar ik vind dus kimchi. Ik vind het zo lekker. Dit is echt heerlijk. Alleen dit
vind ik dus zo lekker op een tosti. Dus ik wil eigenlijk een tosti-ijzer, maar het wordt zo vol. En in het huis in Zoetermeer wordt het ook vol, dus ik weet niet hoe ik dit moet gaan doen. Maar met kinderen wil je eigenlijk ook een tosti-ijzer. Dus dit kimchi tosti. Dus ik kan niet wachten tot ik deze kan gaan testen. Dit krijg ik er dus gratis bij. Ik krijg er weer wat gratis bij. Of was het deze? Nee, het was denk ik... Deze kreeg ik denk ik gratis. De bio tomaat basilicum spread. Ik krijg dus steeds zo'n pot gratis. Vorige keer had ik al iets van aubergine spread. Die heb ik nog steeds niet gebruikt. Heel erg chill. En deze. Verbaast me dat ik dit trouwens heb besteld. Want ik ben niet zo van het zoet. Maar ik was hier denk ik heel benieuwd naar. Omdat dit dus een soort van speculoosachtig iets is. Ja, hier zit letterlijk gewoon 57% is speculaaskoekjes. Ik ben niet zo heel erg van het zoet. Maar als je daar een keer zin in hebt, is het denk ik echt mega lekker. Ik denk dat ik op het moment van bestellen daar zin in had. Dit vind ik ook heel relaxed. Het zijn gewoon hele goede producten bij Koro. Dus ik wilde graag een lekkere tomatensaus met aubergine bestellen. Er zit hier gewoon echt geen zooi of zo. Tomatenpuree, tomaten, mark, oh, pulp, eggplant, dus aubergine, geconcentreerde tomaat, waterui, extra virgin, olijfolie, zout, basilicum en... knoflook. Wow, er zit dus niks van conserveringsmiddel of zo in. Bizar. Oh, dat is wel heel chill. En dat waren mijn geshopte items van Koro. Vorige keer vroeg ik het ook al, maar mocht je tips hebben wat daar chill is om te bestellen, laat het me weten. Ik had volgens mij geen reacties. Ik weet ook niet of jullie wel eens bij Koro bestellen, maar het is een mega, mega fijne webshop met gewoon echt verantwoorde, goede, gezonde topproducten. De matcha is daar trouwens ook het allerlekkerst, maar ik heb nog matcha. Dus die bestel ik nu niet. Maar in ieder geval, grootste tip van deze video. My snackies. De walnoten die ik echt meteen weer opnieuw ga bestellen. Dit is echt nummer 1. Je ziet het dus ook op. En deze zijn ook heel erg fijn. De kikkererwt ook. Maar dat zijn minder bijzonder. En de rest ga ik lekker testen. Oké, bye. En we gaan de kar weer vullen. Oh, we blijven aan de slag. Maar mijn huis is gelukkig wel nu netjes als ik het achterlaat. Ik vind het nog net te vroeg voor dit soort looks hoor. Ik zat even te kijken. Deze broeken zijn wel op zich echt geschikt. Want ze komen tot heel hoog. Maar ik vind dit nog wel heel heftig. Omdat mijn buik gewoon nog niet zo groot is. Ja, krijg je dit. Ik ben hier nog niet klaar voor. Het is meer iets voor 5 maanden denk ik. Maar het staat hoor. Maar ik vind het nog net te vroeg. Sowieso vind ik dan, je moet of kort of lang. Zeg maar, dit is net niks. Dit is niet mooi. Dan moet het echt zo. Wel heel chill om te weten dat deze broeken dus hier echt vet geschikt voor zijn. Ik wist niet dat ze zoveel stof hadden. Grappig, zo zie je het echt eigenlijk bijna nog steeds niet. Nee, ik vind het nog net too early for that. Maar deze broek zit heel lekker. Waar zitten we dan? I made it. Het is 5:15. Sporten. Tanken. Ik dacht ik heb nog een volle tank, want ik heb vorige week voor 80 euro of zo getankt. Maar ja, ik ben natuurlijk naar Friesland gereden en naar Zoetermeer. Dus die is leeg, dus dat moet ik ook doen. Yes, leuk. Oké, eerst sporten. Alle parkeerplekken zijn lekker vol. Er is nog één plekje. Ja, dan ga ik eerst sporten. Daarna tanken. Daarna doorrijden. En dan moet ik tussen 10 en 11 naar de voetbal. Had ik dat gerecht? Ja, had ik gerecht. Het is natuurlijk spitsuur in de sportschool nu. Vrijdag 5 uur. Oh ja, ik kan natuurlijk ook niks zien in mijn achteruitkijkspiegel. Jawel, ik kan wel wat zien hoor. Ik heb een baby in mijn buik, dus ik moet... mag niet een... Eeuw, motje in mijn auto. Oh, het verbaast me niks. Ik mag geen overvolle auto rijden. Ik moet wel veilig. Die mot mag er wel uit. Ga maar weg. 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 Oké, maar ik heb volgens mij wel echt alles bij me wat ik wilde. Want ik wilde heel veel dingen. Ik wilde ook bijvoorbeeld dubbele skincare producten mee. Zodat ik niet steeds heen en weer hoef te slepen met matcha. Gewoon, ik heb echt heel veel extra dingen mee vandaag. En dus een doos met kerstspullen al heen en weer. Ik kwam gisteren tegen met Rebecca. Ik denk, nou, neem ik die vast mee. Dus ik heb wel niet gehaast gepakt. Dus dat is fijn. Ik heb in alle rust. Ik heb lekker Gossip Girl gekeken. Eitje gegeten. Eigenlijk wat weinig gegeten. Maar ik heb mijn huis helemaal netjes. Vuilniszakken zelfs verschoond. Al waren ze nog niet helemaal vol. Gewoon helemaal clean. Weggegooid. Al mijn vuilnis is weg. Alle zakken met kleding opgeruimd. Mijn kleding op mijn bed. Mijn bed is netjes opgemaakt. Water verschoond voor de stofzuiger. Gewoon... keuken, gewoon perfect. Want dan kom je maandag ook lekker thuis. Water. Telefoon. Vind ik altijd, ik sport liever zonder telefoon. Maar je moet je pasje altijd scannen. Oké. Nou. Hier. Ik denk waar ik mis de string. Zie ik nu hier nog zo'n zakje met vuile was van vorige week. Nou, moet ik dat daar maar wassen. Ik heb gelukkig een bar in mijn auto liggen.
bij de waterbar. Ik hou er niet van, maar dan heb je in ieder geval nog iets te eten. Er ligt ook een lamp in mijn auto, borrelplank, babykleren, echt verkoopkleren van alles. Let's go jongens. Volgens mij heb ik het allemaal helemaal goed gedaan. Wel 1000 keer later dan ik wilde, maar het boeit eigenlijk helemaal niet. Ik hoef toch niks te doen tot 22:00. Ik kan zo aanschuiven aan tafel. Hij heeft dus shakshuka gemaakt. Ik had hier al best wel een tijdje zin in, dus dat is echt toevallig. Zo lekker, dus met ei, feta, courgette, paprika, tomaat. Heerlijk. En dan pita broodjes. En ik had gratis boekjes besteld. Ik moest dan alleen de verzendkosten betalen online. Kijk hoe schattig. Vet cute. Oh, we weten dus al de naam, maar dat gaan we niet zeggen. Kijk nou hoe lief. Heel schattig. Bij de boekerij of zoiets kan je dat online bestellen. Oké, een paar uur later. Even omgekleed in wat makkelijks en wat ik heb opgedaan. Maar niks boeiends hoor. Gewoon alledaags. Nou, op naar voetbal. Ben benieuwd. Ik heb mezelf dus trouwens de laatste 3 dagen of zo helemaal wijs gemaakt. Dat we dus geen plan hebben dit weekend. Van oké, vanavond eventjes. En dan het hele weekend even lekker met z'n tweeën. Gewoon chillen kleren, geen make-up. Geen sociale dingen. En ze zegt ineens morgen de verjaardag van Mia. Ik echt zo, oh ja. Waar ik hem echt de hele tijd aan heb helpen herinneren. De dochter van Mark en Elisa. Ik was het gewoon helemaal vergeten. Ik heb deze week voor het eerst. Dat ik denk, is dit pregnancy brain? Kijk, dit kan iedereen overkomen. Maar ik heb een aantal dingen deze week. Ik vind het grappig, want mijn geheugen is soms best wel slecht. Dus ik was al verrast dat het nog niet was gebeurd. Maar ik heb bijvoorbeeld gisteravond een bestelling van babykleding geplaatst. Ik dacht, oh ja, dat moest ik nog doen. En terwijl ik het betaal, denk ik, hè? Volgens mij heb ik dit al gedaan. Dus kijk, in mijn mail heb ik het de avond ervoor ook besteld. Toen meer. Het is heel grappig. Toen had ik iets van 6 dingen. En die tweede bestelling ook echt maar 2. Omdat ik dus dacht, nee, die hoef ik dit keer niet. Die stonden nog in mijn recente zoekfunctie. Dus heb ik snel die nieuwe geannuleerd. Maar dat je, ik was oprecht niet in mijn brein, kwam het op, dat ik dat al besteld had. En zo had ik een aantal dingen deze week dat ik echt denk, Dus niet eens een beetje vergeetachtig, maar gewoon letterlijk vergeten. Ook morgen die verjaardag, ik was het letterlijk vergeten. Die bestelling, het zat niet in mijn brein. Niet. Maar ja, het kan ook vermoeidheid zijn, maar ik herken deze vergeetachtigheid niet. Het is echt niet bekend bij mij. Best freaky. Maar goed, we hebben dus helemaal, want we dachten eerst, we gaan lekker veel voor het huis doen dit weekend. Maar ook gewoon chillen. En nu hebben we dus morgen verjaardag. Het gaat maar door. Misschien denk je als je dit ziet, mijn leven is altijd zo. Dat snap ik helemaal. Mijn leven dus niet, als je me dus een beetje kent. Ik ben dus heel erg altijd van rustdagen in plannen. Ik weet dat het met een baby ook bijna niet te doen is. Maar ik zeg gewoon eventjes hoe ik het doe. Volgens mij moet ik niet hier erin. Nee, mijn hoofd ontploft. Letterlijk, ik heb zoveel pijn. Ik moet niet het zeiken, maar ik wil het wel even gewoon delen hoe het is. Had ik al verteld dat mijn nieuwe craving Yakult is en dat mijn lactose... Heb ik verteld, hè? Ja, heb ik verteld. Dat ik ineens best wel tegen koemelk kan. Super grappig. Schijnt na je bevalling meteen alweer weg te zijn. Begin van de vakantie at ik heel veel yoghurt. Ik moest yoghurt, vet veel buikpijn. Nu, kwark, drinkyoghurt, Yakult, kaas. Niet echt dat ik er iets van merk. Super grappig. Nou, ik ben bijna bij de voetbal. Ik ben benieuwd. Meestal als ik daar aankom, heb ik helemaal verkleed kleren aan. Kerstkleren, Oktoberfest kleren. Ik dacht, ja, ik ga echt niet nu helemaal leuk doen hoor. Maar ik ga ook niet in mijn pyjama. Daar vind ik ook niet. Vorige keer ben ik een paar keer misgereden. Dit was het crematorium. Ja, daar was ik vorige keer. En dan was ik eentje te ver. Dus dan moet ik nu hierin. Nee, dit is een hek. Dan de volgende. Oké, ben benieuwd. Zulke lieve mensen, ik moest wel gaan. Maar normaal ga ik echt, de hele week lag ik hier erin. Ik denk hier. Ja, dit denk ik. Ja. Ik lag de hele week om 11 uur in bed. Echt een goed ritme. Dus dit gaat wel het ritme weer even verpesten, helaas. Maar ja, wel gezellig. Hallo. Het is Eduard. Het was weer heel gezellig. Het was echt heel leuk. Maar ik ga het morgen wel vertellen. Nu lekker slapen. Het was echt heel leuk. Goedemorgen. Zelfde outfit, want ik heb geen zin om wat anders aan te doen. Ik dacht, ik ga even laten zien wat we hebben gekregen, maar ik ben te moe om het te laten zien. Echt het cute te hebben, maar ik ga het later laten zien, oké?
Alright, het is 3:30. We gaan. Ik ga even naar het postkantoor wat vinden, dingen wegbrengen en wat retourpakketjes. En nog even cadeautje kopen en dan gaan we naar de verjaardag. We hebben het overleefd. Oh, we zijn weer lekker thuis. Het is 8:00 of zo. We zijn zo blij dat we weer even lekker thuis zijn. Kan niet meer. Maar niks afgezegd nog steeds tot nu toe. Goed bezig. Het was wel heel gezellig, maar we gingen lekker gewoon een beetje op de tijd weer weg. En nu gaan we lekker Verraders kijken. Heerlijk. Nog even lekker Ben & Jerry's gekocht. Dat was ook helemaal gezellig. Eet ik nooit, maar het leek me wel een keer leuk. Gewoon even lekker chillen. Ik ben zo blij dat het ding hier ligt, want het is zo lekker. Oh, dat heb ik nog steeds niet laten zien, hè? Misschien kan het nu even. En ik heb mijn eerste Vinted babykleding besteld. Want ik vond toch wel dat ik ook een beetje duurzaam moest doen. Maar die kan ik nog eens niet laten zien, want dan zie je het geslacht. Maar we hebben dus dit gekregen. Zo lief. We hebben ook een heel filmpje van de speech, maar die ga ik niet delen. Ik had een klein stukje op Insta gezet. Heeft die man van, wat is die, 63 of zo, dus helemaal dit voor ons gemaakt namens het voetbalteam. Super lief kaartje. Ik ga al die kaartjes ook bewaren. Zo lief. En weet je dus, beeld je even in dat een man van 60 plus dit gaat kopen. Billendoekjes. Oorstokjes. Een flesje. Sorry, maar alleen al die gedachte is zo schattig. Kat en pet. Luiers ingepakt. Sokjes. Ik ben benieuwd of ik deze sokjes nu ook heb gekocht. Want ik moet zo nog een extra shopblok voor jullie doen. Dit. Zo schattig. En allerleukste nog vind ik deze. Kijk nou. Ik weet niet, het is allemaal van de Action, maar ik weet niet of dit. Dat is denk ik niet van de Action. Kijk hoe leuk. Oh my god. Dit vind ik echt het allermooiste nog van wat erin zit. Sowieso koop ik dus eigenlijk liever geen sloefjes. Want ik merk dat je dus van mensen snel sloefjes krijgt. Toevallig had ik zelf ook sloefjes gekocht. Dit is heel schattig. Oh, hier zit een hard stukje aan. Oh, dit zijn denk ik dezelfde sloefjes als ik heb gekocht. Ik heb deze in het wit gekocht. Bij de Action. Maar dan heeft ze het zelf in een doosje gedaan. Zijn vrouw had hem geholpen. Dat denk ik. Want ik heb dus ook deze witte sloefjes van de Action. Echt vet cute. En ik hoorde dus als er zo'n touwtje omheen zit, dat het veel fijner is, dan trappen ze het minder makkelijk uit. Deze is trouwens best groot. En hier zit dus zo'n touw omheen. Nou, zo lief. En dan ook nog helemaal dus zo'n cape. Zo'n, maar echt van badstof. Dat je echt uit bad dit omdoet en dan dit op het hoofdje doet. We hadden dus van mijn bonusdochter en mijn schoonmoeder had ik dus al zo'n cape gekregen van vlies. Meer voor als je al droog bent. Maar dit is dus echt, ook als je nat bent, en hij is super groot. Heeft hij dat er helemaal ingelegd? Sorry. Hi Maisie! Heel lief. Nee, we gaan niet meer nu naar buiten. Want dan ga jij overal opklimmen. Heel schattig. Ik ga even alle dingen die niet kleding zijn, dus een beetje dit soort dingen, in deze mand bewaren. Want we hebben dus nog niet de echte commode. Je kan dat nog niet opbergen. En ik heb ook heel veel zin om de broekjes en de rompertjes en zo te gaan opbergen. Maar we hebben dus die commode nog niet. Dus dat kan nog niet. Dan doe ik dit even hierin. Want van al die gratis boxen waren natuurlijk ook dit soort artikelen. Het zit nu allemaal nog in een tas. Maar ik kan echt niet wachten tot ik dat allemaal kan gaan ordenen. Want ik hou ervan. Zo leuk. En wat ik op Vinted heb besteld is ook heel leuk. Dat gaan jullie allemaal nog zien. Heel leuk. En dit is wel een handig doosje om te bewaren trouwens. Action heeft trouwens echt hele leuke dingen. Het is gewoon helemaal zo'n setje. Oh. D6068. Een pyjama. Oh, je moet het echt wassen. Maar ik ga nog niks wassen, ga ik later pas doen. Dit hebben we ook nog niet, een pyjama. En een slobbetje. Huh? Oh, het is denk ik geen pyjama. Ik vind het wel meer een pyjama. Maar dit is een slabbetje. Ook heel erg schattig met olifantjes. Is die echt leuk uitgekozen. Heel lief. Oké, make-up eraf. En wij gaan lekker chillen.
Doei. Misschien kan ik wel een paar dingen van die ik vorige week bij Action heb gekocht was laten zien. Bijvoorbeeld dit inpakpapier. Hoe leuk. Helemaal hip. Oh ja. Deze, want ik dacht voor als ze gaan verven, vind ik dit echt vet fashionable. Zo'n roze regenpak. Verfpak. Ja, volgens mij zijn dit dus dezelfde. Deze had ik dus gekocht. Dit. Unisex. 50-56. Een boekspakje van zo'n gewoon katoenen stofje. Action heeft echt goede dingen hoor. Oprecht, dit kost 4 euro of zo. Het is gewoon 100% katoen. En ik zag ook dat pyjama ding van het heeft dan ook echt hier dat het makkelijker maakt om het aan te trekken. Hier zo'n open flap. Deze niet, maar hoe lief. Ik weet niet of dit lekker zit voor kids, dat elastiek. Maar super, super schattig. En dit vond ik ook echt zo schattig. Maar iedereen comment de hele tijd. Oh, ik zie roze, dus je krijgt een meisje of zo. Maar dit, ja, ik vind het gewoon schattig. Voor het geslacht is, had ik ook al die roze speelgoed gekocht. Ik weet dat op je lijstje staat dat je uiteindelijk een verzorgingssetje qua nageldingen nodig hebt. Ik zie dat sommigen ook een elektrisch veldje zou gebruiken, maar ik vond deze wel heel cute. Ik denk, ik haal deze. En een baby legging. Nu denk ik achteraf, misschien was dit niet nodig. Maar ik dacht, ik haal ook wat goedkopere basic leggingjes. Dus ik had deze ook in meer kleuren gekocht. Ik ook wel gewoon benieuwd ben naar die action kwaliteit. Maar ja, dan moet je hier dus wel al die labels weer uitknippen. En dan gaat het weer kapot en zo. Knoopjes, maar ik vond het wel leuk om ook te proberen hoe die kwaliteit een beetje is. Ik vind deze wel heel mooi. Ik weet niet wat ik van die legging vind. Ook dan nog in het bruin. En rompertjes. Maar tipte iemand dat die van de Zeeman heel goed zijn? Of Vibra? Of was het Hema? Ik weet het niet meer. Maar we hebben eigenlijk in dat gratis pakket staat zo'n rompertje. Dus nu heb ik nog niet echt basic gewoon rompertjes. Maar deze, ik weet dus niet of dit lekker is. Deze heeft dus wel dat het makkelijk over het hoofd ook gaat. Maar deze heeft dus zo'n rare, ik had van die mannen t-shirt zeg maar, met van een zulke mouwen. Maar misschien is dat wel heel lekker voor een baby. Kijk, dit is dus heel chill hoor ik. Dat je hiermee het dus veel makkelijker aan kan trekken bij een kindje. Maar dit is wel gewoon ook een lekker stofje. Dus ik was wel gewoon heel benieuwd naar die action dingen. Maar ja, dit zijn dingen die ik dus niet op haakjes wil hangen, maar die ik dus allemaal heel mooi in de commode wil leggen. Dus ik wilde eigenlijk vandaag naar een kring lopen om gewoon een commode te kijken. Maar dat kwam er niet wel. Bruin dus. Oh ja, een verfkwast, want ik dus in mijn huis, dus die moet naar huis. Voor de schade, wat ik dus wilde aanzitten, waarvan ik dus nu niet meer weet of ik het ga doen. Dit leek me heel leuk, kijk. Een Mood Boost Rollerball. Ik heb van Rituals, heb ik dus zo'n stick met pepermuntgeur. Als je dat hier doet, is het oprecht. Ik vind hem echt mooi. Ik heb er punt op mijn hoofd. Rip. Mooi. In ieder geval, daar krijg je echt iets minder hoofdpijn van. Ik heb heel erg hoofdpijn sinds een week. Maar dit is dus Energy met citrus en Focus met rozemarijn. Dat vond ik wel leuk om eventjes. Dus dit is voor mezelf. Deze douchegel is heel lekker. Dus ik dacht, ik koop ook lekker voor hier de scrub. Oh, heerlijk. Ik vind scrubben heel lekker. Ook na het scheren. Voor je benen ook en zo. Dit is echt... Deze ruikt net iets minder dan de douchegel. Ik heb hier die douchegel liggen. Maar dat is echt een hele lekkere lijn. Dit is dus een hele leuke aankoop. Hier gaan mensen ook zeggen, oh dan krijg je dus een meisje, want er zit roze in. Maar dat vind ik echt onzin. Ik heb echt, ik expose niks van het geslacht. Dit zag ik dus op Insta Duitsland van de Action. Van oh my god, ze hebben nu zo'n namaak van dat in een knuffelmerk. Ik heb er dus meteen nog een gekocht, want ik dacht dit is zo'n leuk cadeau. Sorry, maar dit is zo schattig. Je had ook een hele leuke met primaire kleuren, waar ik niets van hou. Met groente en zo. Maar dit is dus een mand. 5 euro. Sorry, maar zo cute. Ik maak hem ook alvast open. Heel schattig. Dit vond ik echt zo'n aankoop bij de Action van, dit moet je kopen, weet je wel. Dus daarom dacht ik meteen, ik haal er 2. Want misschien ook een leuke cadeautje, dacht ik, voor... zeg ik niet, mochten diegene kijken. Maar 1 is een cadeau. Ja, ik weet eigenlijk al zeker dat het voor hun is. Kijk nou, sorry hoor. Een koekje. In een mandje.
croissant. Croissant, een baguette. Toast met ei. Nog een baguette en nog een croissant. Ik weet niet waarom dat dan dubbel is, maar deze vind ik iets minder mooi. Maar donut. Maar ik vind vooral deze heel mooi. En dan past het allemaal zo weer in dat mandje. Maar waarom hebben ze het dubbel? Want zo was het eigenlijk beter geweest. Waarom zouden ze dat doen? Dan kan je dan ook uiteindelijk een beetje mee gaan spelen als kind. Van restaurantje of bakkertje spelen. Heel lief en ook gewoon echt heel mooi om neer te zetten. Ja, hier word ik blij van. Hier ga ik echt heel lekker op. Oh, deze had ik. Ik dacht dat ik nog iets had gekocht. Dit had ik gekocht voor Mia vandaag als cadeautje. Een BFF-ketting. Stom. Dat was wel uiteindelijk trouwens een geheim dagboek met een magische stift en een slot. En zo'n fluffy voorkant. Een slijmmaakset met pastelballetjes. Oorwarmers. En had ik dus dit. En nog een kwast. Ja. Nou. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het is stom dat ik er niks heb gefilmd op de voetbal en de verjaardag. Maar ja, het is gewoon... ben je zo erg bij andere mensen in hun sfeer. En dan vind ik het toch gewoon niet echt leuk om te vloggen. Ik zit nu alles in deze kast te stoppen die dus weg moet. Omdat hier een mooie commode moet komen. Maar oké. Wij gaan nu lekker de Verraders kijken. Doei. Oh, deze kan ik trouwens ook nog laten zien. Deze heb ik ook gekregen. Allebei van een meisje uit mijn klas. En aan de kleding kan je wel heel erg zien wat het geslacht is. Maar aan het speeltje niet. Die ik ook nog heb gekregen bij dit maskertje. Dus deze hebben we ook gehad. Vet lief. En de rest laat ik hem nog later zien. Ik vind het helemaal heerlijk om hier lekker te rommelen. Voor afval weg. En dit hier helemaal lekker. Allemaal lijkt natuurlijk niet geordend, maar alles een beetje geordend. Ik hou ervan. Ik weet dat haar dan denkt, oh nee, waarom moet je het nou weer vloggen? Waar moet dit vloggen? Oh, ik heb al lekker uitgeslapen. Daarom zei je zeker, ga je nu douchen. Gisteren keek ik met Verraders en daar was echt zo'n lekker ontbijtje. Toen zei ik, oh, ik heb ook echt zin om weer een keer een lekker ontbijtje te eten. En ik zat letterlijk net in de douche nog te denken. Ik wil weer naar een hotel, zodat we een lekker ontbijtje kunnen eten. En nu staat hier dus een nieuw ontbijtje. Zo schattig. Oh, ik heb dus echt zoveel zin in een croissant. Ik weet ook niet waarom. Dit is zo cute. Grapefruit, super lekker. Juice. Thee. Kaas, crackers. Mango, oh, dit is echt heel schattig. Eitjes. Het lijkt op een diertje. Oh my god. Vroeger hield ik nooit echt van ontbijten, maar nu... Kijk, nu is het een diertje. Heerlijk. Hey. Zo lekker. Dat was echt gezellig en lekker. Ik wilde zo heel lang naar een kringloop. Ik ben er dus niet goed in. Als ik daar ben, weet ik altijd meteen maar weg. Ik vind het helemaal niks. Het is gewoon niet mijn ding. Maar ik wil gewoon, dat weet je misschien wel als je hem langer volgt. Eens in de zoveel tijd en denk ik, ik wil iets. Ik wil dat het me lukt om naar de kringloop te gaan. Mijn moeder gaat er altijd, ik scoort de beste dingen. Maar ik wil ook gewoon voor de baby niet alles nieuw. Ik hou gewoon heel erg van nieuw kopen. Maar ik wil ook gewoon... Dus ik wil naar een kringloop bunker. Maar ik dacht dat die altijd dicht waren op zondag. Maar ik zie nu dat er best wel wat open is. Dus dan gaan we dat denk ik eventjes doen. Ik wil sowieso wel een commode of zo tweedehands. Ja. Berkel en Rode Reis en Haag. Er zijn er best wel veel open. Maar ik wil even een grote. Hallo. Niet scherp. Hallo? Hallo? Hoezo wordt deze niet scherp? Dat doet hij echt nooit. Uh-oh. Deze heeft nooit problemen met scherp stellen. Misschien als ik zeg dat ik een dier ben. Nee, mijn camera is wazig. Echt voor het eerst. Nou, ja, ik ga nu even niet kijken. We zijn dus naar 3 kringloopwinkels geweest. Raad Aplan in... Berkel Rode Reis, Den Haag ergens daar bij de Amazing Oriental en nog Springplank in Zoetermeer. Maar we hebben niks gekocht. We hebben wel echt ons best gedaan, maar dat was er gewoon niet. En wat hebben we nog meer? Oh ja, we gingen naar de IKEA, maar toen in de parkeergarage vonden we het te druk, dus zijn we weer weggegaan. En ik ben nog even naar het Stadshart in Zoetermeer geweest. Maar, oh ja, we zijn ook nog trouwens naar het Woonhart geweest. Dat was ook geen succes. We hebben helemaal, nee, we konden gewoon niet slagen.
Nu gaan we een film kijken, The Whale, over een man met obesitas. Ik weet niet, ik heb maar wat gekozen. Hij heeft 2 Oscars op Prime. En we hebben wat sushi besteld. Dit mag je dus als je het niet te veel eet. Ik heb een hamburger met garnalen met krab. Dit is dan... Dit mag ik niet. Dit wel, dit is met garnalen en avocado. En heel veel met avocado. Goedemorgen, weer lekker druk bezig. Daar is Wezi. Ik heb weer zo slecht geslapen. Heel vervelend. En er is dus iets met mijn camera. Oh, dit is niet fijn. Ja, ik weet ook niet waarom. Maar goed. Vandaag is studiedag. Dat is wel altijd leuk. Ja, ik voel dat heel... Ik was helemaal mooi op tijd. Ik heb echt zo'n ongesteldheidskramp. Maar... Oh, dit heb ik dus ook. Ongesteldheidskramp. Maar dat heb ik dus nu al. En ik vraag me af of dat goed is. Ik heb nu eigenlijk al het hele weekend het gevoel dat ik ongesteld ben. Maar dan niet de allerergste pijn. Licht ongesteld. Ik hoop echt dat het goed is. Ik vind het donderdag dus heel spannend dat ik dan... geen echo heb, maar wel dat we naar het hartje gaan luisteren. Want ik vind het toch eng. Terwijl ik altijd een optimist ben, maar ik vind het toch spannend. Maar in ieder geval, ik zou er echt zo 8:50 zijn. Het is 8:30 en 8:45 is de inloop. We hebben dus een uur later vandaag. Echt heerlijk. Half uur later. Maar als je dus later gaat rijden, is er dus meer file, dacht ik. Want keek ik en toen was dat dus niet zo. Maar nu dus wel. Nu ben ik er pas 8:55. En ik wilde eigenlijk even eten halen. Ha, zei nog hier, ik heb gewoon eten hier. Maar ik zei nee, ik wil even wat lekkers halen bij de Albert Heijn. Red ik nu dus waarschijnlijk niet. Maar mijn moeder is er ook en die heeft altijd brood voor 10 personen bij zich. Dus. Wow. Maar als je dus vroeg rijdt, moet ik dus 47 minuten rijden. En nu is het 1:05. Het scheelt bijna 20 minuten. Dat is wel balen. Wow, herrie gek. Hij kon dus ons inschrijven voor een stoelmassage van 20 minuten. Heel chill, aangezien ik dit weekend dus naar een masseur wilde gaan. Omdat ik gewoon niet kon slapen van de, vooral nek en rug. Ja, rugpijn sowieso, maar nek en schouderpijn. Dus dat heeft hij net heel hard gemasseerd. Wat een luxe. En we hadden helemaal een lekkere lunch. En een hele lange workshop-achtig iets over Edi en Wig. Mocht dat je wat zeggen. Rekenen, lesgeven. Nu heb ik over... 20 minuutjes een afspraak met de IB'er. Dan gaan we de handelingsplannen voor de kinderen nalopen. Dus lekker druk dagje. Ik zie er nu helemaal gemasseerd uit. De video is online gegaan met iedereen vertellen dat ik zwanger ben. En het is zo leuk. Oh, zo leuk. Ik heb hem al zo vaak gekeken. Echt heel leuk. Ik geniet er echt van. Er is zoveel aangevraagd. Ik had best wel een leuke, nuttige dag op mijn werk. Ook niet veel moe, terwijl ik echt niet heb geslapen vannacht. Dat is heel fijn. Maar dat ik me weer iets beter voel. Ook na een weekendje bij haar was gewoon heel erg leuk. Daarna nog even naar de supermarkt geweest. Ik heb diepvriespinazie gegeten en nu een diepvrieslasagne. Lekker healthy. Maar ik doe ook even een grapefruit. Lekker wat mandarijnen gekocht. Grapefruits, limoenen, bananen, yoghurt. Verder altijd overdag gezond en avond nog geen zin om te koken. Maar ik heb sperziebonen gegeten bij de lunch. In de salade. Olé. En haar kookt steeds lekker gezond voor me. Dus... ik krijg genoeg vitamines binnen. Goedemorgen. Ik ben echt nog wel actief in mijn zwangerschap. Ik bedoel krachttraining en ik beweeg gewoon genoeg. Maar fietsen? Ik weet niet waarom. Maar fietsen heb ik echt geen kracht voor. Terwijl dat is mijn favoriete vorm van bewegen. Nu moet ik dus naar die andere locatie. En ik heb gewoon echt... maar weer met de auto. Terwijl het totaal onhandig is. Je moet helemaal wezen door waar je maar 30 mag. Helemaal om. Had ik ook niet over nagedacht hoor. Het eerste keer dat ik met de auto hier ging. Maar ik dacht, ik wil gewoon niet... op de fiets. Te vermoeiend. Maar ik reed net langs mijn oude middelbare school. Vechtstede College in Wezen. Toen dacht ik echt... mijn middelbare schooltijd was niet per se heel leuk. Maar toen dacht ik wel van... wat is dat eigenlijk chill? Kijk, basisschool is echt gewoon een beetje basisschool. Vond ik heel leuk. Maar middelbare is gewoon... je gaat gewoon zelf naar school. Je hebt uren, vakken... steeds andere leerkrachten, je hebt uitval, je kan in de pauze, die school is zo mooi gemaakt, zie ik die mega mooie aula, zie ik allemaal van die middelbare scholieren met hun rugzak en hun telefoon, zit je een beetje te kijken welk rooster je hebt en als je gewoon goed, als je vrienden hebt zeg maar op de middelbare school, is de middelbare school denk ik echt de leukste tijd, als je gewoon lekker in je vel zit. Zo heerlijk en dan valt er weer een uur uit, laatst in de sportschool zaten de jongens ook zo te praten over... ja, als mijn uur dan uitvalt en anders kan je op mij wachten. En ik denk, oh, het is zo'n bepaald leven. Je echt denkt, op de middelbare, ik heb het zwaar. Maar je hebt het zo niet zwaar. Je hebt echt een lekkere... ja, als je gepest wordt is het echt niet leuk. Maar ik bedoel, de middelbare school zelf.
echt chill hoor. Je hebt gewoon heel veel vrijheid eigenlijk. En dan kan je weer spijbelen en zo. Dat is allemaal zo chill. Dat deed ik wel, maar ik weet niet. Het is gewoon, ik reed er langs en dacht ik, oh, ik zou echt een dagje naar de middelbare weer willen. Maar dan nu, met hoe ik nu ben. Ik ben nu zoveel weerbaarder dan toen ik op de middelbare zat. Het is zo'n verschil. Ik had dat gewoon nooit geleerd om weerbaar te zijn. Oké, ik moet even een parkeervergunning regelen, want die heb ik niet. Ik ga dus nu meelopen met Mariam. Dat is de intern begeleider, al 10 jaar of zo. Ik wilde altijd al worden wat zij werd. Nou, nu doen we dus hetzelfde. Dat is echt mijn droom die uitkwam. En vandaag mag ik even met haar meelopen, omdat we een studiedag hebben. En dan kan ik eventjes kijken hoe zij het doet. En dan vanaf 11:45 moet ik een klas overnemen. Dus, bye. Dit was een leuke dag. Ik ga nu lekker, want ik heb zoveel handelingsplannen te schrijven. En dan zit ik liever gewoon lekker thuis dan hier in een vreemd lokaal. En best wel koud ook. moet ik daar nu uit? Denk ik. Maar ja, het is gewoon zo grappig. Dit is mijn oude school waar ik ben afgestudeerd en ook stage heb gelopen daarvoor. En het hoort bij de andere school, maar het is zo anders. En dan hebben we dus... Een deel van de groepen was er niet, want die horen dus bij de andere locatie. En die hebben dus 2 weken vakantie in deze niet. Ja, het is allemaal een beetje anders. Maar er heerst gewoon zo'n rust. Dat andere is een hele grote moderne school en dit is een hele oude kleine school. Maar de kinderen, ik weet niet. Dus ik vind het wel een heel lekker vibe hier. Deze klas ook weer, net als die vorige groep waar ik ging invallen. Ze luisteren echt zo goed naar de juf. En allemaal lieve dingen zeggen en lief voor elkaar. En ik ben helemaal blij. Ik vond het helemaal leuk. En het was ook heel leuk om met de RT'er mee te lopen. Te zien hoe zij dingen doet. En nu schijnt de zon, wat heerlijk. Ik ga lekker thuis verder werken. Een paar uur aan mijn plannen werken. Dat mag ook wel even gebeuren. Zo. Nog alles evalueren en afmaken voor de herfstvakantie. Dat is nu. Dus ik moet hard aan de bak. Ook vet grappig trouwens, toen ik met Ruben woonde in Wees, in ons appartement, hadden we echt de liefste buren ever. Marokkaanse mensen die ze altijd super lekker bijvoorbeeld met suikerfeest ons koekjes gaven en een keer heerlijk couscous salade hadden gegeven met vlees en zo. En toen zei ze nog van, ik ga het je ooit een keer leren. En dat is er nooit van gekomen. Zit ik in de klas, zegt dat jongetje, jij bent mijn buurvrouw. En toen legde hij het uit. Hij was dus echt... Hij werd nog opgetild volgens mij door zijn moeder. Zo klein was hij toen en nu zit hij gewoon in groep 6. Het was echt zo'n klein ukkietje. En die herkende mij. En ik zeg, oh, ik wil even je moeder zien. Dus heb ik die moeder ook gesproken. Ik zeg, je bent nog steeds welkom. Kom je couscous maken. Echt zo leuk. Dat is, nou ja, 6 jaar geleden of zo. Hoe lang woon ik daar al niet meer? Ik ben 5 jaar met Heel. Zeker 6 jaar geleden dat ik daar wegging. Heel leuk vind ik dat. Echt heel leuk. Echt super. En ook een ander meisje zat er in de klas. En die breng je dan. Want die gaat naar de vader toe. Ik zeg, huh? De vader van die en die. Hij zei, hoe gaat het? Had ik dus echt 9 jaar geleden of zo. Was ik dan de stagejuf van zijn dochter bij de kleuters. En dan heb ik nu zijn grote zus. Weet je? Dat soort dingen. Echt super leuk. Ja, helemaal leuk. Helemaal toppie. Ik hou ervan. Ik hou sowieso wel een beetje van die afwisseling. Daarom wilde ik ook dat die ene dag zo'n invalbaan. Het is gewoon heel leuk om een beetje verschillende dingen te doen. Ik vind dat echt leuk. Het was dus zo'n chille dag, want ik ben dus in de pauze even naar de markt gelopen. Ik had wel echt haast. Maar ze hadden dus dragonfruits voor 2 euro. Die dingen zijn echt ja, een heel korte periode per jaar. Maar deze wil ik al heel lang weer, maar die is er nooit meer. Het is altijd die. Maar in ieder geval, het is bijna nooit dat ze 2 euro zijn. Ik heb er 4. Ze zijn niet heel groot, maar ook niet heel klein. De meeste zijn ze al helemaal verrot en zo. Deze niet. Eigenlijk moeten ze nog langer rijpen. Maar ja, deze fruitschaal is wel echt veel, veel te groot voor 1 persoon. Nou ja, op zich, die grapefruits komen wel op. En die mandarijnen en die limoenen en ja. En ik heb dus ook bij de Turk echt lekkere feta gehaald. Zo lekker. Hij ziet er dus uit als zo'n... Oh! Oh! Jarenlang wacht ik hierop. Ik kan deze nooit meer vinden. Ik wou zeggen, hij ziet eruit als degene die wit van binnen. Want die zijn altijd iets meer roze. Die anderen zijn altijd iets donkerder. Maar er stond bij rode dragonfruit bij het bordje. Dus ik dacht, nou, oh, deze vind ik dus lekkerder. Dragonfruit zijn over het algemeen helemaal niet zo lekker. Ze hebben bijna geen smaak. Maar deze vind ik dus altijd lekkerder. Die is knapperiger of zo. Of het is mentaal.
Ik vind hem in ieder geval mooier. Oh my god, dit is echt jaren geleden. Ik denk de laatste keer dat ik zo'n dragonfruit had was toen ze nog bij de bazaar. Toen ik daar echt obsessed altijd naartoe ging met Ruben om dragonfruits te kopen. En sindsdien heb ik het ook nooit meer goedkoop gevonden, altijd 6 euro. Ja, ik ga dus nooit naar die markt kunnen, want ik werk elke dinsdag op die andere locatie. En dan kan je ook niet weg of zo. Ja, heb je ook wel een half uurtje pauze, maar dat red je nooit. Dus nu kon ik erheen lopen, want dat is echt, die school zit echt in het centrum. Waar ik vandaag was. Oh, hier ben ik zo blij mee. En ik heb lekker feta. Met dat olijfolie en oregano. Maar ik wilde dus die feta die bij die olijven zit altijd. Ik zei, er zat heel veel feta. Ik zeg, mag ik een bakje met alleen die feta? Toen zei ze, dan geef ik je gewoon losse feta. Dat kostte dus 4,50. Toen zei ik, dat is toch niet hetzelfde? Toen zei ze van wel, maar ik vind het toch anders smaken. Ik vind het toch minder lekker. Misschien is dat ook mentaal. Oh, dus ik ga en dit eten en dit. Super random. Ik heb voor het eerst even zo'n pureersoep gekocht. Ik had bijna een vers pakket gekocht, maar daar had ik geen zin in. En ik zag dat Lotte dit vaak voor Bobby doet. Toen dacht ik, hey, ik ga dit kopen. Een toch verse soep. Maar niet te veel werk. En ik heb dus geen staafmixer. Dus ik moet het straks in de blender doen. Dat is wel jammer. 2 minuten fruit, een kwartier koken en dan blenden. En hier zie je precies hoeveel water je bij moet doen, ideaal. En nu we toch bezig zijn, ga ik ook een keer voor het eerst een mandarijn zo op deze manier doen. Ik ben altijd lui om een plank te pakken, dus dan snij ik het net niet door. Deze manier. Oeh. Pieter, ik heb toch een bord nodig. Het is ook nog eens een hele mooie om zo te doen. Denk ik. Of niet? Oh, oh, oh. Maar het ging niet helemaal goed. Oh nee, mislukt. Ja. De schil zit heel erg vast. Dan kan je er dus zo nog een kaarsje van maken. Maar met deze gaat het niet lukken. Ha en Chicky hadden het ook gedaan. Dan doe je dus olie hierin. Oh, maar deze komt helemaal niet goed los. Nou ja, als je een wat dikkere schil hebt. Hier zit nu ook een gat in. En dan is dit dus een lont. Zo leuk. Dan doe je er wat olie in. En dan kan je hem aansteken. Nou, ik heb hem geblend hoor. Ik dacht dat ze zeggen, kook de koriander niet mee, omdat niet iedereen van koriander houdt. En ik hou ervan, dus ik kook hem wel mee. Maar ik denk nu dat ze dat zeggen vanwege de kleur. Want hij is nu een soort... Ja, het ziet er nogal lekker uit. Maar mijn eerste indruk was babyluier. Een soort currykleur geworden. Ik denk dat het komt doordat ik die koriander nu erbij heb. Maar het ruikt heel lekker, dus ik ga dit lekker eten. Niet normaal hoe romig het smaakt trouwens. Bizar, door die pompoen. Lijkt wel op boter. Ik heb een beetje sinaasappelsap doorgedaan. Het leek me wel lekker. En wat zout. Good morning. We hoeven dus vandaag pas om 9 uur te beginnen. Echt, oh, zo fijn. Inloop tussen 8 en 9. Ja, dan kom ik dus om 5 voor 9. Ik ben weer thuis van werk. Ik heb avocado sushi. Dit was wel een dag waarop ik even iets had willen vloggen. Maar ik was dus mijn camera vergeten. Omdat die dus nog hier lag. Omdat ik vanochtend mijn beelden ging inladen. Maar het was een hele leuke studiedag. Heel nuttig. Wel echt... Ik heb geen tijd gehad gewoon om aan mijn handelingsplannen te werken. Dus ik moet dat dan helaas wel in de vakantie doen. En daar hou ik echt niet van om in de vakantie te werken. We hadden echt een goede studieweek. En morgen hebben ze een ontbijtje op school. Maar ik heb morgen afspraak bij de verloskundige. Ja, dat is sowieso ook niet mijn werkdag. Ik wilde eerst nu al naar Zoetermeer rijden. Maar ik doe het niet. Want dan moest ik alweer allemaal spullen pakken. En ik dacht allemaal veel te veel gehaast. Ik slaap hier ook lekker in mijn bed hier. Dus ik blijf lekker hier. En ja, we gingen bijvoorbeeld met de gymleraren... teambuilding oefeningen doen waarbij we dan, ik denk we gaan touw trekken, maar steeds moest iemand op een touw gaan staan, dan moesten we hem optillen of we moesten met z'n tweeën houten latten vasthouden in een rij, dan moest iemand er overheen lopen en mijn moeder bijvoorbeeld ging op een mat en moest met z'n allen die mat tillen. Ik deed dat niet, want ik moest niet veel tillen. Heel leuk en heel veel gehad over gedrag op school en omgang met elkaar. Op het einde hadden we nog een hele leuke bingo afsluiting, helemaal gezellig. Vind ik altijd zo leuk, dan is iedereen ook even niet collega, maar gewoon echt wat losser. Superleuk. Ik vind dat wel mooi op deze school. Kunnen mensen heel goed ook directie wat onderscheid maken. Dat ze dan ook echt op bij zo'n bingo in de rol van gewoon meer collega zitten dan directeur. En dan als het nodig is meteen weer directeur. Ik vind dat heel knap. Ik vind dat wel leuk dat je dat, als je dat kan. Dat is echt knap hoor. En ik heb gesport. Dat ging heel goed. Ik voelde wel meteen mijn nek weer vast. Dus dacht ik, oei, misschien komt het toch door die ene oefening die ik doe. Aangezien ik die sinds 2 keer doe en sinds 2 keer na sport een nekpijn krijg. Ik ga even lekker op de bank liggen. En het was een goede dag.